De prachtige molen van Bunschoten Spakenburg, al vele malen op de film gezet. De prachtige buitenkant, die kennen we, maar kennen we ook de binnenkant? Er is een vrouwelijke molenaar en ik wil wel eens weten wat haar beweegt om dat werk te doen. Ik mag wel moet zeggen. Zeker. Je bent de eerste molenaar hier? Vrouwelijke molenaar? Ik ben de eerste vrouwelijke molenaar op deze molen, klopt. Ja. Wat beweeg je om dit mooie ambachtelijk werk te doen? Passie voor cultureel erfgoed, voor cultuur, voor historie, de wind ook nog. Ik ben dol op zeilen. Ik hou van wind in mijn haren. Ja. De eenvoud waarin je zeg maar zonder allerlei ingewikkelde machines dit om kan zetten in iets praktisch. Ja. Ja. Je bent nog een opleiding. Waar volg je die opleiding? Hier. De opleiding bestaat eigenlijk vooral uit stage lopen bij de molenaar. Dus ik ben hier sowieso één keer in de week. En een heleboel theorie doornemen. We hebben ook theorieavonden. Die zijn op dit moment gestopt in de zomer, maar daarna weer in Montfoort. Maar dat kan overal in de provincie zijn, geloof ik. Zijn er scholen dan voor? Of doe je dit gewoon thuis? Thuis, ja. Dit is vrijwilligerswerk. Ja, alle molenaars op een paar na zijn vrijwilligers. Ja, sommigen verdienen nog hun geld ermee. Nee. Hey, ik zag je net hoog gaan, dus je moet eigenlijk geen hoogtevrees hebben ook, hè? Slecht plan. Ja, nee. Wat ben je nu mee bezig? Ik ben de molen aan het optuigen, zeil voorleggen, ja. Want er is weinig wind en we willen graag malen. Maar daar moeten we het hek eigenlijk dichtmaken, zodat we zoveel mogelijk wind vangen. Dat doen we met een zeil. Dat leggen we dan op het hekwerk. Dit is het hekwerk. Uh-huh. Ja, en volle zeilen vandaag. Ja. Ja. Leuk. De stage, heb je een stagebegeleider? Moet je dit allemaal gewoon zelf doen? Of? In principe heb je wel een soort van stagebegeleider. Dat is de molenaar van dienst of een speciale opleider. Hier is dat Jan Vermeulen. Dat is mijn opleider. Ja. Er zijn verschillende molens. Dit is een graan, volgens mij. Of iets korenmolen. Van korenmolen. Moet je alle molens hebben gehad? Of heb je gespecialiseerd op korenmolen? Nee, je moet in principe wel alle molens, windmolens moet ik zeggen, kennen. In ieder geval. En de latere fase van mijn opleiding ga ik ook naar andere molens toe om daar te helpen en te kijken hoe het werkt. En, ja. Heel fascinerend allemaal. Ja. Ga lekker door, dan gaan we even kijken. Okay. Nou, Wilmoet, ze draaien nu, hè? Het draaien, klopt. Ja. Kun je je dag even beschrijven? Waar begin je mee? Deuren open, uiteraard. Ja. Als je een molen binnenkomt, moet je altijd goed uitkijken of alles is zoals je wil dat het is. Want als je hem afsluit, dan zorg je dat alles veilig is en dat de molen niet zomaar kan gaan draaien. Dus dat is eigenlijk een check ook als je weer binnenkomt of dat allemaal in orde is. Bijvoorbeeld dus of hij op de rem staat en of er niet is gevallen, dingen zijn gevallen. Dat ga je eerst kijken. Rondje hier om de stelling, op de stelling lopen. Even buiten kijken. Dan ga ik naar boven de kap in. Zet ik de molen uit zijn werk. Vlag uithangen. Alles om het klaar te maken voor het draaien. Dan ga ik weer hier naar buiten. Dan zet ik de molen met de kop op de wind. Dus de wieken moeten in de windrichting komen te staan. En eventueel zeil erop. Ja, dat hebben we dus nu gezien, hè, de zeil erop. Ja, dat hebben we nu gezien. En ik moet even uitleggen, want je deed geen knopen met de touw, je deed lussen. Je deed, of tenminste, een techniek dat een beetje van lus lijkt. Waarom? Waarom? Je moet de zeilen weer makkelijk los kunnen maken. Als het ineens heel raar gaat doen, de wind, dan moet je binnen een bepaalde tijd alle vier de zeilen weer los kunnen maken. En als je allemaal ingewikkelde knopen legt, dan krijg je die niet los. Nee, dus moeten snel moeten ze weer eraf. Ja. Met één trek. Een trek, inderdaad. Ja. Of een even iets lichter. Ja. Hey, even terug naar je opleiding, hè. Hoe lang duurt zo'n opleiding? Nou, ze zeggen gemiddeld 2 jaar, maar het is allemaal zelfstudie. Dus dat zal, ik weet het niet. Ik hoop er ongeveer 2 jaar over te doen in ieder geval. Ja. Ja. En hoe ziet een examen eruit? Lopen ze dan met je mee? Moet je alles weer, wordt het nog... examen. Ik heb me nog niet voorbereid op het examen. Nee. Het bestaat ongeveer 3 delen, geloof ik. 1 deel, een heel groot belangrijk deel als je molenaar bent, is de wind, het weer. Dus daar gaat een deel over. Een deel gaat over de werking, het werktuig, de molen zelf. Want de molen is een machine, geen gebouw eigenlijk. Mm-hmm.
En je moet ook wat praktische handelingen kunnen laten zien. Dus bijvoorbeeld dat opzeilen wat we net hebben gedaan. Ja, ja. Oh, daar ben je al voor geslaagd. Dank je. Dank je. Dat vind ik wel super. Hey, ik zie ook allerlei ijzeren. Waar is dat voor? Begin van de vorige eeuw. Terug in de geschiedenis. Ja. Toen kwamen stoomwerktuigen en elektrisch werktuigen, benzine op diesel aangedreven werktuigen in op Mars. En dat betekende voor de molen dat ze eigenlijk niet zo efficiënt meer waren. Er is op een gegeven moment door een club die de molen wel heel belangrijk vond, een wedstrijd uitgeschreven om wiekverbeteringen of verbeteringen aan de molen te bedenken. En een aantal van die dingen zijn dus wiekverbeteringen geweest. Nou, hier achter me zie je dan zo'n stuk ijzer aan de zijkant van de middenbalk van de wiek. De roede heet dat. En dat heet een Van Busselneus. Dus dat is meneer Van Bussel heeft dit bedacht om een beter rendement te halen uit de molen. Uit de wiekslag, uit de... Ja, dus dat hij beter de wind oppakt en ook langs het doek glijdt eigenlijk. Ja. Wat wil je met je toekomst doen hier op de molen? Ik heb niet echt een toekomstplan bedacht voor op de molen, maar ik vind het altijd heel fijn om hier te zijn. En een belangrijk onderdeel van molenaar zijn is ook de instandhouding van de molen zelf. En dat was ook wel een reden waarom ik molenaar wilde worden. Je loopt nu op deze molen. Heb je nog meer verschillende molens gehad of niet? Nog niet. Ik ben alleen op de standaardmolen geweest achter Utrecht. Amersfoort. Ja. Ik weet niet meer hoe die heet. Nee, en dan deze dus. En deze. En een krijtmolen heb ik nog bezocht. Wat dan nog wel meer. Ja, maar ik heb daar niet echt. Ik heb alleen maar een beetje rondgekeken en met de molenaars gepraat. Maar voor mijn opleiding ga ik straks wel echt ook aan het werk op alle molens. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ja, jullie ook.